Ik ben Bram Zegers, ik ben 17 jaar en ik doe de sport skeleton. Ik ben Noël Venneman, ik ben 15 jaar oud en ik doe een skeleton. Ik ben erbij gekomen, er stond op Facebook een oproep wie het leuk leek om naar een talentendag te gaan. Hier in mijn school Sios heb ik een uitnodiging gekregen van de Bob en Sleebond dat er een talentenscouting was en dat ze mogelijke nieuwe talenten wilden krijgen. En toen ben ik op internet gaan zoeken van wat is de sport skeleton precies. En dat leek me gewoon heel vet om head first van een berg af te suizen. En toen ben ik naar de scouting gegaan en daar ben ik door de selectie heen gekomen. Ja, en nu ga ik naar de Jeugd Olympische Spelen. Ik had eerst gewoon een talentendag en dat was in Papendal hier op de stampbaan. Dus dat was de eerste keer. En de allereerste keer van het ijs was in Noorwegen. En dan gewoon van bocht 7, dus nog niet van de top. Ja, ik was niet zo heel zenuwachtig op zich, maar het was het ging zo snel. Maar van bocht 7, je ging nog niet zo snel, je ging nog 60 km per uur. En toen gingen we van de top en toen was ik heel zenuwachtig. Sommige bochten, die ga je wel zo hard. Als je daar een fout maakt, dan is dat moeilijk te corrigeren in de bocht zelf. En daarom is het van belang om echt te focussen op meteen de bocht die daarna komt. Want als je bijvoorbeeld in bocht 4 al een fout maakt en je blijft bij die fout hangen, ga 5, 6 tot aan bocht 17, ga gewoon helemaal fout. En omdat ik het nog niet zo goed kon, die tijd had ik echt veel pijn. Omdat ik had niet een goede een slee die op mijn maat was. Dus ik had echt overal blauwe plekken. Daar vond ik wel dat ik eerst dacht van ja. Maar nou vond ik het echt super. Om een goede skeleton te zijn, moet je je start moet heel goed zijn. Je moet explosief kunnen sprinten, zo snel mogelijk kunnen doorversnellen om op je slee te springen. En daarnaast moet je ook nog goed kunnen sturen. Sturen leer je vooral door afdalingen te maken. Skeleton stuurt eigenlijk het meeste met zijn hoofd en met zijn schouders. En om extra kracht bij het sturen in te zetten, gebruik je ook je knieën. Maar elke beweging die je maakt, is wel dat ben je eigenlijk aan het sturen. Mijn doel is om wel bij de top 15 te komen en gewoon de snelste met de start ook te zijn. Mijn doel in Lillehammer is eigenlijk zoveel mogelijk ervaring op te doen, leren van anderen, van het hele evenement en zelf natuurlijk zo hoog mogelijk te presteren. Dat is eigenlijk mijn doel en daarbij op de hoog mogelijke plek te komen eigenlijk. Mijn sportieve droom is om naar de Olympische Spelen te gaan. Mijn sportieve droom is op de echt grote Olympische Spelen te komen. Liefst in 2018 al en anders in 2022. Ja, dat zou mijn ultieme droom zijn om mee te doen aan de grote Olympische Spelen.